Zie je wel, een van onze initiatieven is een project voor non-visuele kunstbeleving. Een groep mensen met een visuele beperking en professionele kunstenaars maken kunst met de zintuigen als inspiratie. We zijn hier in Studio Xplo, het tekenen schilderatelier waar ik lesgeef. Geukan is een van mijn leerlingen. Dit is mijn vierde jaar bij de cursus. Ik zie alle kleuren goed. Van dichtbij wel, van veraf iets minder. Mooie dingen doen door mooie dingen te maken om zo de maatschappij meer kleur te geven voor iedereen. Want kunst is voor iedereen. Ik heb al heel lang schilderles, maar dat was in het reguliere circuit. Nu voor de eerste keer ben ik hier bij Jofke en die werkt dus met blinden en slechtzienden. En dan wordt er dus meer aandacht geschonken aan hoe en wat kleur en voor ons als slechtziende het duidelijker te maken om te kunnen schilderen. Ja, Jofke geeft heel goed les erin, dus dat is best fijn. Ze neemt ook echt de aandacht voor de mensen, vooral voor een visuele handicap en dergelijke. Heeft ze ook heel veel kijk op en begrip voor. Kwantiteit gaat over de hoeveelheid van een kleur. Dus je ziet hier bijvoorbeeld rechts een groot rood vlak. Een rood vlak met kleine groene stukjes. En hieronder was het een groot groen vlak. Ja, en dat heeft een heel ander effect. Omdat rood een warme kleur is, vraagt meer aandacht. Ik heb net theorieles gehad van Jofke. En daar heb ik geleerd om de contrasten te voelen. En dat helpt me wel om gewoon de kleuren te herkennen in het geheel. En om het zelf hier ook in praktijk te brengen met het mengen van de verf. Ja, het is gewoon een manier van lesgeven en zo, dat er ook een beetje naar visuele handicap wordt gekeken. Ja, voor mij is dit gewoon volledige aandacht, zeg maar. Ik doe het wel graag, ja, ik ben graag kunstenaar. 18 mei 2014 wordt er een kleine expositie geopend met tekeningen en schilderijen van blinde en slechtziende mensen bij De Verdieping in Tilburg. Ben je nieuwsgierig naar deze expositie? Kijk dan in de agenda op www.ziewel.org of bel 013 544 0811.